Hey, hoe heb jij dit naar binnen zien te sneaken? We waren allebei samen even buiten en daarna heb ik hem weer naar binnen gedaan. Maar op de een of andere manier heeft hij deze dingen naar binnen gesneakt. Wow, en dan een hele verzameling ook. Hey, nee. Meestal valt het me wel op als hij dingen mee naar binnen sneakt, maar nee, die gaan echt naar buiten. Of maten. Er is niet veel meer van hem over, maar... Zwaar, joh. Dan merk je wel dat je ziek bent geweest. Ik vond het echt wel... Even zielig doen, hoor. Ik heb niet heel hard gewerkt. Ik heb niet heel veel spullen, timmer of zo. Gewoon een beetje afkitten. Maar me let op. Hij doet op. Nee, ik vind het oprecht heel snel voor je. Maar daarom ben ik aan het koken. Ja, vind ik echt zo schattig. Het zou lekker toen... Toen ik antwoord heb, je rood in neus. Ik kwam zelf tegen mij staan, hoor. Thuis kwam het super al bijna alles klaar. Ik ben net even door, tussen het eten door, ben ik heel erg snel naar Weetwartjes gegaan om even snel te laten wegen. Maar ik merkte al meteen van wow, dit is echt heel veel. Dat je heel snel gaat zweten, dat het gewoon te veel is. Maar anyhow, ik was 2,1 kilo afgevallen in 2 weken tijd. Want ik ben natuurlijk vorige week niet geweest. Ja, maar goed. Dat is natuurlijk nu een beetje niet eerlijk. Want ik ben ziek geweest. Dus nu ga ik deze week goed mijn best doen. En goed weer aansterken. En dan hoop ik dat volgende week, dan zal ik waarschijnlijk wel weer iets aankomen. Maar hopelijk blijft dan in ieder geval die 2,1 eraf. Dus dat ik deze week genoeg mijn best doe. Waarschijnlijk weeg ik effectief misschien... Nou ja, een halve kilo meer nu. En hopelijk kan ik deze week mijn best doen. Want ja, dit wordt ingewikkeld. Maar je snapt wat ik bedoel, toch? Waarschijnlijk weeg ik een halve kilo meer. Omdat ik waarschijnlijk deze week weer meer ga eten. Omdat ik niet meer ziek ben en zo. Dus ik eet meer. Dan kom ik een half kilo aan. Maar hopelijk kan ik deze week mijn best doen. Zodat er volgende week nog hetzelfde gewicht staat. Ik ben heel blij. Dit is mijn laagste gewicht sinds jaren. Sinds 2 jaar, 3 jaar. En ook wel echt een beetje Japans spelen. Omdat je dus ziek bent. Je kan nu wel proberen het vol te houden. Ja, want op zich kwam het wel goed uit dat ik nu even ziek werd. Wat betreft het afvallen. Want ik zat een beetje in de slop. Het lukte niet om er weer terug op te komen. En nu heb ik lang geen zoetigheid gehad. Dus ik ben best wel weer afgekikt van zoetigheid. Dat ook, je hebt een week lang niet gesnoept. Nee, maar ik heb er ook minder behoefte aan. Ja. Nu. Dus ik kan het nu weer even. Nu moet ik het gewoon gaan doorpakken. Dus dat gaan we doen. We hebben alweer doelstellingen gezet. Van dit wil ik. Nou, wacht, nog 2 kilo wil ik eraf. Voor mijn verjaardag. En niet over 4 weken. Nou, moet lukken. 2 kilo eraf. Hebben jullie dat ook zo'n moment in de week dat je echt eens lekker de reclamekantjes gaat kijken? Ik deed het vroeger altijd, want dan kwam ik uit school. Ik denk dat de krantjes ook op een woensdag kwamen of zo, ik weet niet. Dan kwam ik uit school en ging ik de krantjes kijken voor speelgoed en zo, denk ik. Ik denk later voor computerdingen. Bij mijn ouders kwamen ze altijd, tenminste hier in Zaltbommel, op zondagavond. Ja, klopt. Nog steeds bij jouw ouders kwamen ze op zondagavond. Bij ons dus ook in Zaltbommel. Ja, maar dit is eigenlijk te laat, want de acties gaan vandaag al in. Ja, nee, maar deze ligt er al sinds gisteren. Oh. Bij ons komen ze dus op maandag en de acties voor maandag, maar bij haar ouders inderdaad op zondagavond al. Dus die weten al een halve dag eerder wat de acties voor maandag zijn. Dat kan een shopvoordeel opleveren hoor, dus ik vind het wel oneerlijk. Nou, maar even ja. Serieus, het is wel eens vervelend geweest. Ja, bij bepaalde acties die letterlijk als warme broodjes over de toonbank gaan, dan kan net die maandag wel te laat zijn. Zijn er trouwens mensen naar VVD geweest? Ben ik heel benieuwd hoe dat was. Anyhow. Hij is ja. Zo'n vrouw. Zijn er trouwens al mensen? Zijn er mensen die laatst gekomen zijn VVD gekocht? Jongens, dat is... Vertel me alles. maar wij gaan nu dus... Wij doen dat nu heel vaak. Dat we even kantjes... even samen kantjes lezen. Ik dan de computerkantjes en Shifra de... blokker en etelsachtige kantjes. Shifra geeft waar het wc-papier het goedkoopst is. En dan onder het genot van een kopje thee en in dit geval een beetje ijsthee. Ik zei tegen Shifra, mogen we wel fris zo midden op de week? Maar Shifra zei, ik ben ziek, dat mag het. Dus ik dacht, dat mag het. Je hebt weer mooi voor elkaar, monster.
Waarom heb je dit met een boven genomen? Serieus, dat is echt voor oude vrouwen. Ja, er kwam een krantje, echt mode voor mensen die echt 90 zijn. Maar dit ziet er echt niet meer serieus, dit ziet er zo ouderwets uit. Het is echt alsof je mag gewoon op de opmaak van het krantje. Klopt, ja, je ziet dat het bedoeld is voor oude mensen. Toch net alsof je zo'n weekkampgids van 20 jaar geleden bekijkt. Vond ik heel leuk om in te kijken. Weet je die nog? Wat ben je aan het doen als? Sorry, is dit een memorabel moment? Gaat ons familie afgeven? Ja. Nee, maar dit zijn wel serieus momenten dat ik denk, dit is je eerste keer, toch? Ja. Dat is ook mijn eerste keer. Vertellen. Wat? Oh. Het duurt zo lang. Ik ben een schaamformulier aan het invullen van toen 2 weken geleden onze auto werd aangereden. Uh-huh. En onze kentekenplaat eraf brak. Daarvoor ben ik nu het schaamformulier aan het invullen. En dan zie je pas wat een administratie rompslompend is, echt? Waar iedereen altijd over klaagt. Maar als je dus een aanrijding hebt, gewoon op de weg, terwijl, weet je wel, en je staat stil op de snelweg en alle auto's rijden langs, dan moet je dit even allemaal invullen. Het zegt heel veel, want het is... Nee, het is maar één bladzijde. Ja, maar je moet ook helemaal tekenen. Hele tekeningen maken, dat kan je toch niet op de snelweg doen? Want het heeft hele tekening gemaakt van wat er is gebeurd. Wij zijn A. Ja, B is A. De auto die het heeft gedaan. En Ja, maar dat is dan... Oh ja, dat is dan voor de andere partij. Ja. Maar wow, dit is wel echt veel werk. Ja, het is echt heel veel werk. Maar je moet ook vaak al je gegevens opzoeken en zo. Maar, ik heb nieuws. Oh. Over een paar weken, of over een week, ik weet niet precies wanneer, dan kun je het gewoon via een app doen. Ja, ik had gelezen, het kan nu al. Oh, het kan nu al? Ik had het gelezen, tenminste... Via een app, dat is echt makkelijk. Ik begreep bij het nieuwsbericht dat het nu al kan. Oh, dat is echt heel makkelijk. En ik dacht, ja, zal ik daarop wachten of zal ik dit nou... Nou, ik zal het nog even... Op de ouderwets. Eén keer nog ouderwets doen en waarschijnlijk vanaf nu. Is toch maar bizar? Maar je moet allemaal allebei die app hebben, denk ik. Of niet? Dat weet ik niet. Ik ook niet. Maar het is toch bizar om te bedenken dat over een tijdje geen schadeformulier meer staat, maar dat iedereen het via de app doet. Dat hadden toch onze ouders vroeger nooit kunnen bedenken. Dat dat dan niet meer via een vorm... Nee. Bedenk je eens dat het dan niet meer via een app gaat, maar dat het weer via iets nieuws gaat. Daar kan je hoofd gewoon niet bij. Ja, dat er nog iets anders komt na de app. Ja. Dat kan ik me ook niet voorstellen, dat er nog iets anders komt naar internet, überhaupt. Kun je je voorstellen dat er op een gegeven moment niks meer is, geen formulier, niks meer. Waarschijnlijk ook papiergeld, weet je, alles zal op een gegeven moment digitaal zijn, denk ik. Het zal allemaal verdwijnen. Ik zou het heerlijk vinden als er geen... Kijk, al die troep. Al dat papier. Oh, sorry, ik wil het over het geld doen. Ja, ik zou het heerlijk vinden als er geen chartaal geld meer is, maar alleen maar giraalgeld. Ik gooi even mijn economische termen erin. Het is wel echt zo, dat heb ik geleerd bij economie in de middelbare school. Ik hoop zo dat je nu, zonder dat je het doorhebt, dat je gewoon een foutje maakt. Dat echt iets heel raars zeg in economische termen. Nee, chartaal geld is geld waarmee je echt... tastbaar. Ja, giraal geld is... Digitaal. Waarom zeggen ze niet gewoon tastbaar en digitaal? Het zou echt zoveel makkelijker zijn. Chartaal. Nee, tastbaar en digitaal. Veel makkelijker. Ik zou het lekker vinden. Ik heb wel bijna nooit meer contant geld in mijn portemonnee. Echt zelden. En dan is het ook heel irritant. Want dan heb ik het vaak op momenten echt nodig. Dat je had het in de pinautje dat je bij een automaat staat. Ik wou dus net zeggen, ik ben heel blij dat de parkeerautomaten bij ons in de straat nu met pinpas kunnen. Ja. Dan ben ik echt zo blij. Maar dat is heel vaak ook niet. Het is wel echt makkelijk nog steeds om contant geld te hebben. Ja. Maar ik heb het bijna nooit. Zelfs vanavond bij Weetwatches moest ik... koekjes kopen. En toen had ik net, op 5 cent na, had ik te weinig geld. En ik heb 5 cent van mama gekregen. Oh. Maar anders had ik moeten pinnen. En dat pinautomaat, dat hebben ze wel, maar die doet er gewoon heel lang over. Oh ja, zeg je dat weer. Ja, dus. Maar dat is heel grappig. Zij hebben dan een soort app, dat werkt dan via hun telefoon. En dan hebben ze nog een ander klein apparaatje. Een apparaat dat je aansluit op die telefoon? Nee, ja, gewoon los van de telefoon ook. Ja, dat is echt heel bijzonder. Bizar. Ja, ook heel modern. Hebben ze in de Apple Store ook, dan heb je dus, hebben ze... Als je afleveren ja, met die is, een iPhone met zo'n ding erop. Maar die is nog veel groter. Dit is echt, het ziet eruit als een random reader. Zo echt? Ja, echt net een pasje past erin. Zet al je geld nog wel op je rekening. Dat is heel raar om vandaag weer zoveel te werken. In de zin van veel. We waren er pas heel laat. En ik ben ook vrij veel weer naar huis gegaan. Dus ik denk dat ik misschien maar 6 of 7 uurtjes heb gewerkt. Het voelde zo alsof je, weet je wel, na de zomervakantie weer naar school moet. Dat je opeens denkt van, oh ja, zo voelde het. Het was eeuwen geleden was dat je iets van werk verzet had. Het voelde ook echt als maanden, terwijl het echt een week was. Ik zei toch, het voelt wel of we een maand op vakantie zijn geweest. Want alles voelt weer, oh ja, hoe zat het ook alweer? Oh ja, hoe deed ik dit ook alweer? Nou, ik ging dus klussen bij mijn ouders. Ik dacht ook bij alles. Ik dacht, oh ja, was ik ook weer gebleven? Oh ja, dit en dit. Oh, nou, ze hadden toevallig ook de afgelopen 2 weken al heel veel gedaan. Dus ik kwam echt binnen. Het voelde echt van, wow, oh, dit is ook al gedaan. Oh, dat is ook al af. Het huisje was al heel veel verder. Het is heel raar dat een weekje ziek zijn
je zo het gevoel geeft dat je echt compleet uit de running bent. En Shifra had dat ook. Die zei ook, die is dan vanavond weer naar Weetwatjes gegaan. En die gaat morgen weer naar een event. En die zegt ook, het voelt echt alsof ik maanden uit de running ben geweest. Het is heel raar. Als je ziek bent, staat op een bepaalde manier de tijd stil. En tegelijkertijd voelt het ook alsof de wereld aan je voorbij raast. Maar anyhow, ik ben in ieder geval wel echt heel moe van. Ik had niet verwacht dat ik nog zo moe zou zijn als ik weer zou gaan werken. En morgen moet ik weer werken. Mijn vader heeft een week vrij. Dus we gaan met z'n tweeën gaan we de hele week gaan we even flinke klussen in dat huisje. Vind ik ook leuk. Ik vind het lekker om bezig te zijn. En ik ben nu werkloos en ik vind het fijn om iets te kunnen doen. Ondertussen ben ik wel gewoon nog steeds op zoek naar werk. Maar in de tussentijd ben ik hier wel heel blij mee. En ik heb nu dus net één dag gehad. Ik zie wel wat heftiger dan ik dacht nog. Maar goed, morgen is hij van toch weg. Dus ik mis hier thuis toch niks. Dus ik ga liever... Oh, Charlie is wel lang alleen dan trouwens. Oh. Als hij van de hele dag weg is, is Nick. Oh, dat is wel sneu. Oh, hij gaat nu al blaffen. Niet doen, Charlie. Niet doen. We proberen ons leven een beetje op te pakken na het ziek zijn. En dat is heel raar, want ik bedoel, het is maar ziek zijn. Maar je leven ligt toch een beetje overhoop, weet je wel. Afval moet weggebracht worden en dingen moeten schoongemaakt worden. Oh ja, Hans, de wc moet nog schoongemaakt worden. Oh ja, de wc. Oh, de was loopt achter, weet je wel. Dat soort dingen. Probeer het nu weer een beetje bij te houden. Dat zie je denk ik wel terug in de vlog. Dat we nu weer een beetje het tempo erin proberen te krijgen. En de trein weer aan het werk proberen te krijgen. Goed, wij gaan lekker slapen. Dat voelt ook wel weer iets normaler. Shifra is gewoon weer een douche 's avonds. En we gaan nu weer gewoon lekker slapen. Ik sluit beneden weer af of zo. Het is geen... Oh, heb je je medicijnen bij? Heb je je dropjes bij? Dat is nu gewoon lekker klaar. Het is weer normaal. Oh, zullen we nog even iets kijken op bed? Oh ja, lekker. Dat kan nu gewoon zonder dat iemand daar veel te moe voor is. Heb je honger? Ja, je bekijkt het maar. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doeg!